Nee, tot 4 uur, dus dat mag nog even. Dat kan nog. Ja. En je kwam hem weer ophalen? Helemaal super, dan zien we je straks. Dankjewel. Wat rolt er nu voor bestelling binnen? Een grote pokebol zalm en een halve liter bisk. Een grote? Pokebol zalm. Oh, dat is voor je mij. Wat is nou precies het idee van een pokebol? Het is een pokebol. Het is een schaaltje vol met? Rijst, groente, vis of vlees. Beetje, dit is Hawaiiaans. Een Hawaiiaans gerecht eigenlijk. Beetje van alles wat. In één bakje. Ik denk dat het van origine een lunchgerecht is. Dit was een bestelling voor één persoon? Dit was voor één persoon, ja. Die kon afhalen. Dus dat gebeurt ook, ja. Ja. Ze heeft nu de tweede keer afhalen, ze is ook een keer bezig eten, maar ze is een oude juf van mijn zoon. Kijk. De oude kleutjuf. Dus, en die vindt het ook heel leuk om de ondernemers te steunen. Dus, ja, maar dat is toch tof. Ja. Het is een terugkerende... Dus je hebt het nu verpest, dat is... gelukkig. Ja, toch. Maar ik vind dit wel een van de voordelen aan de corona, zeg maar. Dat is dat de saamhorigheid is heel groot. De mensen zijn echt heel begaan en iedereen gunt het je ook gewoon. Dus ja, maar dat is ook zo, ja. De mooie kant ervan. Dus om toch nog een mooie kant te hebben. Ja, precies. Laat me positief denken, dat is heel goed. Ja, super. Nou, jij bent een leerling hier, hè? Ja, dat klopt. Wie ben jij? Ik ben Joel. Ik zit op Scala. En ik zit daar nu in mijn tweede jaar, BBL. En volgend jaar ga ik BBL doen. En BBL, wat staat dat voor? Dat is 4 dagen leren of 4 dagen werken en 1 dag leren. Oké. Okay. Dus 1 dag ga ik naar school en de rest van de 4 dagen ben ik dan hier aan het werk. Dat lijkt me gewoon wel leuk, omdat ik werk liever 4 dagen dan dat ik eigenlijk 3 dagen op school zit. En toen je binnenkwam, want jij komt de coronacrisis door pandapunten te verzamelen, maar hoe zit dat precies? Want dat verhaal snap ik niet helemaal. Pandapunten is als je 1 week geen seks hebt gehad, zeg maar. Maar goed, ik had nog wel pandapunten, maar goed, dat ben ik gisteren zeg maar. Heb je ze allemaal opgemaakt? Ja, even weggewerkt. De stikken eraf, nou dat klinkt goed, dus je kan er helemaal tegenaan, jij. Ik kan er weer tegenaan, ja. Je loopt ook een beetje op 4'tje, zeg maar. De pandapunten, man. Is dat een beetje een fatsoenlijke leerling, deze man? Of, Ja, dat gaat prima. Ja, hoor. Ja. Absoluut. Maar jij bent natuurlijk en mede-eigenaar, maar ook gewoon de chef-kok hier. Hoe ervaar jij het hele gebeuren? Ja, eens even wennen, bezorgen en bakjes inpakken in plaats van dat worden opmaken. Ja. Even iets anders, maar... Want jullie bezorgen normaal niet, maar... Nee. Kijk, ik zie daar bijvoorbeeld, je hebt behoorlijk wat asperges liggen. Maar die kunnen mensen vanavond bestellen dus, neem ik aan. Ja. Maar bestellen of bellen. Maar, kijk, normaal doe je dat inderdaad keurig op een bord, maar wat voor soort bakjes heb je daar dan nu voor? Ja, aluminiumbakjes leggen we het hierin, dekken het netjes af en dan doen we een gebruiksaanwijzing erbij. En dan kunnen de mensen thuis gewoon opwarmen in de oven. Ja. En dat doe je simpel. Op Vlaamse wijze doe je het dan of zo? Op Vlaamse wijze, vinden de mensen gewoon het lekkerste. Ja, vind ik ook. Het meest spannendste om te maken, maar iedereen vindt het lekker. Het is ook lekker. Ja, wat hebben we lekkers? Carpaccio speciaal. Carpaccio is ook iedereen. Ja. Alleen dan net iets anders opgemaakt. Daar moeten we een rolletje van maken. Zo. Dit is een frikandelbakje. Kijk, oh ja. En een frikandel speciaal bakje. We kunnen nog lachen. Ja. Het wordt tijd dat we weer een beetje open mogen, denk ik. Ja, hè? Ja, want het is voor jullie nu ook 6 weken. Wanneer zijn jullie gesloten? Ook echt gewoon de 15e toen? Die zondag. Ja, maar de week daarvoor hadden we echt al niks meer te doen. Toen, nee? We de hele week hebben we, ik denk volgens mij, iets van 8 mensen gehad of zo. Dus het was toen al heel duidelijk dat het klaar was. En hoe lang zijn jullie hier alweer geopend? In juli, komende juli, zitten we er 2 jaar in. Ja, en dat is jij en Kim, hè? Ik en Kim, ja. Ja, dat is toch heel gek, maar op een of andere manier ben jij voor mij nog altijd een van de gezichten van vriendschap. dat moet je zeggen. Voor veel mensen nog steeds. Je moet zeggen, wie is daar nou niet groot geworden, maar daar heb jij ook jaren gewerkt, hè? Ja, en met plezier. Ja. Als ik dit niet had gedaan, had ik misschien nog wel gezeten. Ja, want je had toch inderdaad, altijd wel. Ja. Hè? Je was echt een harde kern, jij ook. Ja. En Kim, die heeft heel lang bij Desafinado onder andere gewerkt. Desafinado. En voordat we hier naartoe gingen, heeft hij bij de werf in... Veren nog gewerkt. Ja. En toen waren jullie al een tijdje een setje en op een gegeven moment ramde je van mijn eigen zaak. Al heel lang. Ja, hoe lang zijn jullie al samen? We zijn al komend jaar 20 jaar samen. Zo dan. Ja, dan komt het toch weer bij je leeftijd uit. Hoe oud ben je dan? Ik ben 36. En dan 20 jaar samen? Ja. Heb je ook wel eens andere vrienden gehad? Nee. Oeh. Ja, vriendjes ooit, lang geleden, maar nee, niet echt. Maar hoe is het dan nu? Hè? Kijk, jullie werken natuurlijk sowieso al veel samen, maar ben je met de crisis dan ook nog eens thuis extra veel samen? Valt het wel mee? Ja, we zitten eigenlijk de hele dag op elkaar slip, maar ja, goed. Dat gaat gewoon goed. We zijn al zo lang samen, dat zijn we gewend. Ja. We hebben meerdere keren ook samen gewerkt, want we hebben bij Desafinado samen gewerkt en ook bij
Peper en Zout hebben een keer samengewerkt. Oh, daar heb je ook nog. En ja. Next in de lange file. Waar nu, oh ja, met die dure meubels. En waar zit er nu in? Ja, daar zaten we die hele dure designmeubels in. Ja, dat precies, weet ik wel. Ja, daar hebben we ook nog een poosje samengewerkt. Dus ja. We zijn dus nu in de crisis inderdaad en ja, een beetje gek, maar de geschragen staan er achter je met lange latten erop. Jullie zijn echt aan het verbouwen hier. Ja, het was heel hard nodig. We hebben echt in verhouding met de rest van Middelburg was het gewoon verouderd. We zijn ook begonnen met bezorgen afhalen. Wat, kan je daar eens wat over vertellen? Ja, we leveren een 3-gangen-menu aan huis. Vis en vlees. Kan eventueel ook vegetarisch voor de mensen die dat graag wil. Maar daar hebben we eigenlijk nog niet echt vragen naar. Dus dat menu hebben we sowieso. En we hebben ook wat extra gerechtjes buitenom het menu. Dus kreeft en soep en ijs en dat soort dingen. Zoals ze kunnen, losse kreeft kan dat ook? Ja. Maar het ijs is alleen afhalen. Want dat kunnen we niet garanderen dat het bevroren aankomt. Nee. Dat snap ik ook. En gaat dat goed? Is het voor jullie, want jullie deden nooit bezorgen, toch? Nee. Dat is heel apart sport, zeg maar. Het is echt heel lastig. En we zijn nu, de eerste week hebben we heel veel bezorgd. En we proberen nu, we doen het nog steeds, bezorgen. Maar we proberen nu een beetje de nadruk te leggen op afhaal. Dat is toch fijner voor jullie? Ja. Redden jullie het een beetje financieel? Ja, voor nu wel. Kijk, het moet niet te lang meer gaan duren. Ik bedoel, bij ons zit natuurlijk ook gewoon een bodem in. Dat is gewoon, we kunnen het nog wel even volhouden. En met het bezorgen, dat is een leuke extra. Maar ook dat merken we dat nu aan het teruglopen is. Ik denk dat mensen toch, er is ook heel veel keuze nu. Dus ik denk dat, mensen toch wel een beetje beu zijn, denk ik, ondertussen. Het thuis eten. En, tegelijkertijd duurt het zo lang. Ja. Bij ons, kijk, wij doen het er niet elke dag. Nee. Maar we doen het wel eens in de week. En dan doen we elke keer een ander. Gewoon om het uit te proberen, omdat we het iedereen wel gunnen. Ja. Maar maar inderdaad, je gaat het niet elke dag doen. Nee, precies. Dus goed, ik hoop gewoon dat we straks wel weer wat beter nieuws krijgen. Dat we dan toch wel weer open mogen. Ik hoop eigenlijk dat die 1,5 meter, dat ze daar toch ook een beetje van af gaan zien. Want dat is niet te doen. Jullie houden ook gewoon huisdieren, zie ik. Ja. En je moet wat zijn deze tijd. We zijn nu echt in de kelder, hè, van de zaak. Ja. Beetje in een rolletje, dat van de verbouwing allemaal. Dat mag ik wel. Het is allemaal te koop trouwens, die spullen. Dus als mensen willen kopen, maar deze. Ja, precies. In één keer alles meenemen. Juist, hè? Ja.